Dames en heren, goedemiddag hier op Kerstpop 2015. Ja, mag ik je nou iets vragen? Ja, ja. Wat vind jij van Kerstpop? Eigenlijk keileuk. Ja. Oké, we staan hier bij Kerstpop Uden met de organisator Patrick Puin. Vertel Patrick, waarom heb jij dit georganiseerd? Dat ik van kerst hou. Nou, dat is vast niet de enige reden. Nee, ieder jaar is een kerst. Mm-hmm. En ik vind dat een kerst een podium verdient waar hij op moet kunnen staan en zijn act moet kunnen doen. En of dat nou rock, house, reggae, dance, staat op dit moment echt een vette DJ te draaien. Absoluut. Elf een uurtje. En die wist niet eens dat hij moest draaien en dan toch zijn showtje neerzetten. En daarvoor is Kerstpop goed. Dames en heren, DJ Rats! Kerstpop is een jaarlijks terugkerend festival, begrijp ik. Ja. Wat ook steeds meer mensen gaat trekken van buiten Uden. Ja. Want het is berengezellig en respect voor wat je voor Uden doet. Dankjewel. 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 Kerstpop 2015 was te gek! Hebben jullie het naar je zin gehad? Even nog één keer. Hebben jullie het naar je zin gehad? Wat vind je ervan dat het zo georganiseerd wordt? Perfect, jongen. Perfect. Ja. Dankjewel. Kerstpop.
mijn naam is Rock Lee. Echte Udenaar, zoals ze hier zeggen. En ik ga... ik ga het feest een beetje ondersteboven flippen, toch? Uden! Kersenpop! Woe! Laat je horen! Het is al zo lang vandaag, hey, hey. Het is al zo lang vandaag, hey, hey. Het is al zo lang vandaag, skip ik nachten lang slaap, zit ik vast in een waas. Hey, als huisje, boek je feestje, ben een beest in je huis. Geef een feestje, rook nog komen en word wakker in je tuin. We willen huisje, boek je feestje, ben een beest in je huis. Geef een feestje, rook nog komen en word wakker in je tuin. Hey, hey, het is al zo lang vandaag, hey, hey. Wat vind je van Kersenpop? Ja, super, toch? And I would have stayed up, 'cause you don't want.